Je sluit je weekend af hier op je radio. Hier op je radio. Oké, wat leuk. Nou, misschien gaat hij nu. Nee, ook weer niet. Ik, heel vreemd. Oh, is dat niet aan? Lullig. From downtown the Hague. The magic. 97.2 oh. FM. Ja! Voor Den Haag staat radio. Ja, goed begin is het halve werk. Alle muzikale werkjes in Dusko komen van historische geluidsdragers. De presentator is zelf een hysterische geluidsdrager. Zijn naam, Michiel van der Brugge. Met The One You Love. Dat is echt een plaat dat minder bekend is geweest voor deze whisky. Want je kent hem van Last Summer. En natuurlijk de Orient Express. Dat is hij ook bekend van geworden, deze meneer Bertie. Zoals hij van zijn achternaam heet. Hij ging van nummer 45 naar nummer 50. Is tot toen 3 weken genoteerd in de lijst voor vandaag. En wij zitten in de lijst van 1987. Goedemiddag en hartelijk welkom. Hier gaan we door met nummer 49. Camillo Candy. 52
lijst van 1987. 49 nieuw met Kende. Ja, daar waren mensen allemaal helemaal verliefd op. Hè. Wij als jonge mensen die opgevoed werden door pa en ma... werden altijd volgestopt met snoep. Want men dacht toen ook in die tijd dat dat helemaal niet verkeerd was. Maar dat dachten ze ook van roken en dat soort dingen allemaal meer. En je ziet het, hè, dat tijden veranderen daarentegen ook alweer. Maar die tijden, daar trekken we ons eigenlijk niet zoveel van aan. Want wij van Radio Stad Den Haag zeggen altijd van... joh, we moeten eens even lekker terug naar dat jaar 1987. En dan zou je natuurlijk ook wel heel erg... zenuwachtig geweest zijn. Want ik heb 100 stemmers zou ik eigenlijk willen halen. Maar hoeveel hebben we gehaald? 80 stemmers gehaald deze week. Nou jongens, ik wil een applaus geven hoor. Ik bedoel, je gaat voor de 100 en als je dan 80 krijgt... ik moet zeggen, ik vind dat geweldig. Daar is niks mis mee. Wat hebben we vandaag allemaal in deze show, dames en heren? Nou, wat hebben we allemaal vandaag? We hebben 2 mixers. Ja, we hebben een paar weken geleden ook, of een week geleden ook helemaal geen mixer gehad. Maar deze week hebben we Elroy Heersbeen. Die doet een aantal nummers eruit. Meestal doet hij nummer 1, maar dit keer doet hij nummer 29. 15, 4 en 2. En Bongoman, onze brother, die doet nummer 28, 13 en 12. Die gaat hij dan even met jou delen op de radio. Nou jongens, je weekendje kan je lekker afsluiten hier bij Radio Stad Den Haag. Altijd vanaf 5 uur op deen zondagmiddag. Kan je er zeker van gaan genieten. Straks om 7 uur verder Nico di Bonaventura. Een Spazio Disco nummer 32. Die gaat hij dan naar je voorschotelen. En dan daarna om 8 uur jongens. Dan gaan we weer helemaal terug met de Bende van de Linden. In de Stad Sunday Night Live Show. En je kent ze van natuurlijk Blue Monday. Dat was het afgelopen maandag. Maar is nummer 47. Bizarre Love Triangle. Geïnspireerd door geraakt om zelf ook muziek te gaan maken. Denk aan Federico. Ja, straks om 7 uur kan je hem ook gaan beluisteren met zijn Spazio Disco nummer 32. Bizarre Love Triangle was dat van deze New Order. Ging van 26 naar nummer 47, stond 6 weken genoteerd. Dit is nummer 44. Ja, er zijn dingen die gebeuren alleen maar... Ja, zeker. Hier is Sugar Shaken in the Night.
suiker in deze uitzending voor vandaag. Zoals we begonnen met natuurlijk de candy van Camillo. Dat zat er ook namelijk in. Had je ook deze plaat van Sugar Shake. En dat heet In de Naart. Op nummer 44 stonden ze daar nieuw genoteerd. Wat had nog meer in de lijst staan, dat was nog even vergeten. Joe Yellow vond je er ook in met Love at First. Die ging van 47 naar 48, stond toen 10 weken genoteerd. Stacey Q stond er ook in met We Connect. Van 27 naar nummer 46 voor de zesde week. Larabelle, die stond met Stop in de lijst. Met op nummer 45 kwam toen van nummer 40. Ja, en dit was dan in de night nieuw binnengekomen. Nummer 44 van deze Sugar Shake. Oh yeah. 1987, we slepen je daarmee. En ik moet eerlijk zijn, ik vind het een hele leuke lijst. Want er zit heel veel variatie hier in het eten. Zoals je Jackie Graham in de lijst ook terugvindt. En Stacey Larry Saul. En ook Phil Fearin. En ook, MC Micah G en DJ Swen zitten er ook in. En Centerfold. Nou, dat zijn toch van die leuke lijstjes, jongens. Hè? Fijn dat je weer ingeschakeld bent bij jouw radio Stad Den Haag. Ik zei het er net al, het weekend begint namelijk lekker hier. Lekker ontspannen. Met tussen 5 en 7 een waanzinnige leuke hitlijst. En dan van 7 tot 8 kan je gaan genieten van Sbatio Disco nummer 32. En dan vanavond tussen 8 en je weet wel hoe laat het kan duren, hebben we voor jou de Stad Sunday Night Live Show. Hier zijn Farina, Crivalente en Aleph in The Connection. Look in your eyes. Makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is een welbekend spreekwoord. Hè? Easy to say, zo heette deze plaat van The Connection. En ik zei het net al, Falkers en Van Gogh, zo staan ze eigenlijk gepresenteerd bij de makers van deze plaat. Maar het zijn natuurlijk Falkers en Van Gogh zijn een subname van Farina en Crivalente. De twee heren die heel veel gedaan hebben op het Time Record label toen in de jaren 80. Bij natuurlijk Italo Disco. Easy to say, dus hier op nummer 43 nieuw in de lijst. Ook nog nummer 42, komt toen van nummer 17, 16 weken genoteerd voor de Timex Social Club en Rumors. Dat zijn weer de geruchten. Ja, sommige dingen kan je makkelijk zeggen, sommige dingen niet. Maar de geruchten, die blijven aanhouden. Zo is het. 80 steppers deze week, ik zei het er net al. Hartelijk bedankt dat je dat weer gedaan hebt deze week. En Mark LaHeek willen we daar ook voor bedanken. Leo Elsinga, Erwin Steins, Huur
Hugo Hoogmoed. Hij was gisteravond natuurlijk in de Dommerik. Nee, Delirium. In ieder geval daar Dennis van den Berg, die draaide daar. Die draaide lekker de Italo-disco-plaatjes achter elkaar. Richard Bergeman en trouwens Feyenoord heeft gewonnen, heb ik net gehoord. Even voor de mensen die van voetballen houden. En Pink Duty zegt, nou, my team, the hockey team, the derby, had won with 3-0. Very good, Mr. Pink Jude. Richard Bergeman bedankt, Tjaart Eldriks, John Oorschot, Peter van den Bos, Klaas van het Hof, Mark van den Belt, Frans Geersen, je weet het, hè, 2 maart aanstaande is er weer een leuke Ben Liebrand daar, die is vanaf 10 uur daar aanwezig en ik zal in het voorprogramma jullie een beetje op gaan warmen. Vanaf 7 uur ben je dan ook van harte welkom in het Wapen van Maasdijk. Alex Huizing, ook bedankt, Loek Tuit, Leon met Pronk, Jolanda Andrea Nouwen, Jeroen Vullings, Leo Burr, Richie Hout, ook bedankt, en Mariska Kampens, ook hartstikke bedankt voor het stemmen op de lijst van 1987. Ik ga bijna als Leo van der Goot een beetje meezingen. Ja, ja. Dat mag met plaatjes. Hè. Sommige mensen zeggen van je mag niet meezingen. En de anderen zeggen weer van ja, ik kan rustig wel lekker meezingen met de plaatjes. Nou, dat doen we dan weer een variatie. Je gaat van een Italo disco plaat nu op nummer 43. Ga naar nummer 41. Want toen van 16 stond 10 weken genoteerd. Hier is Janet Jackson en alles onder control. Naar Dusko, gepresenteerd door Michiel van der Brugge. Talk about serious. Talk about serious. Talk about serious. We'll be right back.
Serious. Was dat van deze Don Allen? Het lijkt allemaal een beetje op elkaar, zoals je dat gehoord hebt net met Janet Jackson en Control, die op nummer 41 stond van nummer 16 voor de 10e week. Heb je ook een beetje hetzelfde effect met deze Don Allen? Een beetje dat lekkere disco-funky bassverhaal. En het plaatje heette Serious. Wat ook nog op nummer 40 komt, over nummer 38 stond 19 weken genoteerd. Dat was Jack Master Funk. Onze Farley Jack Master Funk. En deze man had toen een hele grote hit met Love Can Turn Around. Dat keer was een beetje begin in 1987 ook al van die Chicago House. Want dat kwam toen langzamerhand ook helemaal op gang. We gaan even naar nummer 38. Komt over nummer 46. Ging een aantal plaatsen omhoog. Stond 2 weken genoteerd. We gaan naar Tommy. En ja, Wende Bats is ook een beetje aan het luisteren. En die vindt Tommy een fantastische plaat. Maar dat is dan het origineel van een aantal jaren terug. Want in 1987 kwam die opnieuw weer een keertje uit. Hier is Tommy and One Night in de 1987 versie. Run like a toy. Run like a toy. Toy. Een soort van one-night stand met zijn toy. Deze Tommy. En Tommy heet Tommaso Cariati. En hij staat ook nog bekend om Tommy Carries. En dat is op het Eventi Records weer opnieuw verschenen. Speedy Life. Die kan je bestellen op eventirecords.com. Dan kan je daarheen gaan. En dan kan je lekker je plaatjes gaan bestellen. Ook van Radiorama, ook van Danny Keat. Allemaal leuke dingetjes. En allemaal weer lekker op vinyl, jongens. Dat is allemaal zo heerlijk. Tommy dus, One Night. Hier in deze hitlijst van 1987. Ging van 46 naar 38 en stond toen 2 weken genoteerd. Jackie Graham stond er ook in met Step Right Up.
later nog door een of andere Jamai uitgebracht. Maar dit was heel iets anders. Ging toen van, bleef op 37 staan en stond toen onder andere zo'n 3 weken genoteerd. Deze plaat stond er 2 weken in. Nou, ook lekker hè. Voor deze Tracy Spencer. Je kent er ook nog van Run To Me. His Love Is Like A Game. Er zijn momenten in je leven dat je denkt, is liefde wel een spelletje geworden tegenwoordig? Love Is Like A Game, ook Hot Cold, bracht dit ook nog een keertje uit. 48 naar 36 voor de 2e week, Tracy Spencer. Geweldige vrouw, ja. Nog laatst nog in Italië geweest, deze Tracy Spencer. Van Taffy weten we eigenlijk heel weinig. De Catherine Quay, zoals ze het echt heet, woont als het goed is nog in Engeland. We gaan eens even door met de hoogste die we binnenkomen. Hier op nummer 35, hier is Stacey Ladisaw. De beste gouden ouwe en de grootste hits. Dusko.
beetje erg. Je stond er ineens, zo vlak voor mijn neus. You wanna jump into my life. Dat was deze plaat van deze Stacey Lennis. Jump to the beat. Ken je ook nog wel van deze vrouw die Narada Michael Walden toen nog geschreven heeft. Voor dit kleine meisje toen. Ik geloof dat ze 14 jaar was toen deze vrouw begon met het zingen van leuke nummertjes. In 1987 dus de hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst met Jump into my life. Ook nog nieuw op nummer 49 hadden wij Candy van Camillo. Wat ook nog de Sugar Shake van In the Night. Op nummer 44 nieuw. En 43 nieuw Easy to Say van de D-Connection. En dus, nou, net die hoogste, hè, nummer 35. En we gaan eens even door naar nummer 34 in deze lijst. Die zakte toen wel van naar 31, maar ik weet dat heel veel luisteraars van het radiostation, hier zo bij het radiostad Den Haag, hier in Dusko, toch steeds deze plaat maar kunnen blijven horen. En je weet het ook, hij stond ook in de top 100 die we afgelopen 30 december hebben uitgezonden voor jou. Nou, luister even lekker. Voor 9 weken genoteerd, Taps. En dat heet Don't Pretend to Know. Geschreven door een Alan Coelho. Als ik het even goed mag uitspreken, volgens Marcello. Want ja, zo heet hij. Barbara Doust, die zong hier op nummer 34. Uit Canada. Op nummer 34 van 31 voor de 9e week. Ook hadden we Why Not. En erin staan we ook nog Phil Farron. Die stond er ook met Ain't Nothing But A House Party. Die ging er ook weer. Heel bedankt. Karin Karsten en, ja, dames en heren. Ja, ik ga geen meet meer doen, hè. Nee, zo flauw. Juan Carlos Lopez Gonzalez Howard, Mexican guy who likes all the music of the whole world. It's disco, it's funky. He also likes it. Goed, Juan Carlos Lopez ook bedankt. Rob Snoei. Snoei, gaaf hobby. En ook Gerald van der Weijden, Bernard Jan Hulsker. We hebben ook Tom de Ridder en Kane Bubbard. Ook nog hartstikke bedankt. Sander Thorn, Chris Jaudrol, Charlie Bruce, Andy Roos, Stuart Reed, Marcel Carton, Hans Urzum en Kennert van der Bel. Als laatste hebben we dan in deze rij Marcello D'Azzurro. Hij is de morgenavond ook weer vanaf 9 uur in Eventi D'Azzurro.
Caro. Je weet het, iedere maandagavond kan je genieten van alles wat met Italië te maken heeft. En soms gaat dat van wijn naar wat eten en noem het dan maar op. Nou, eens even lekker door met een man. Die kwam ik toevallig tegen. Ja, je komt iemand tegen. En die man die stelt zich heel netjes voor. Die man die zegt, hoe is je naam? Jack. Nou, hij stelt zich heerlijk voor. En die Jack die vertelt er mij een heel mooi verhaal. Hij zegt, Jack zegt, Giel, je bent nu bijna wel een beetje op leeftijd. Dus wat moet je dan doen? Je moet even wat aan je body gaan doen. Je moet je body af en toe laten checken. Checken of dat nog wel goed is. Ja, zeker. Dat moet je zeker doen. Nou, ik zeg, ik zal je advies even lekker opvolgen. En toen heeft ook in 87 die Steve Silk Hurley gedacht, ik ga er eens een lekkere Chicago House plaat voor maken. Hier op nummer 30 blijven staan voor de 16e week. Is de Dusko Minimix, gemixt door DJ Elroy op Radio Stad Den Haag.
Minimix nummer 73 hebben we uitgezonden. Waarvan een aantal platen ook in de hitlijst stonden. Dat waren nummer 29, nummer 15 en nummer 4. Maar ga even natuurlijk de lijst met je doornemen. Wat is er allemaal uitgezonden? Ja, ja, ja. We gaan even naar Gregory Abbott, Shake You Down, Madonna, La Isla Bonita, Sade, Sade, hoe wil je het noemen? Paradise, ook Cool and the Gang met Too Hot, Purple Disco Machine met Hypnotized, en ook BBM Band met Dreamer, Erasure met Sometimes, Patrice Russian met Forget Me Nots, Lionel Richie, All Night Long, Bruce and Bongo, Gael, en ook Forest, Rock the Boat, Toto Africa, hoor je ook, Duran Duran, Wild Boys, Pet Shop Boys met West End Girls, Beat the Express met Does It Feel Good? De Bee Gees, How Deep Is Your Love? Bob, vraag me af. Chic, Good Times, Whitney Houston met Million Dollar Bill. En ook Talking Heads met Once in a Lifetime. The Police, Every Breath You Take. En ook Love Unlimited met I'm So Glad That I'm a Woman. Ook Queen en David Bowie met Under Pressure. Nick Cave, Each Time You Break My Heart. Paul Abdul met Straight Up. Snap met The Power. En ook Kraftwerk met Immortal. Ook Michael Zekerbed met Let's All Chant, Boys Town Gang met Can't Take My Eyes Off You. En als laatste hoorde je deze Michael Cimbello uit die prachtige film Maniac heette dat plaatje. Hebben we ook nog nummer dus 29, dat stond in die hitlijst. En nummer 29 kwam toen van 32, stond toen 12 weken genoteerd. Lia met La Isla Bonita, maar hij heeft dan even Madonna waarschijnlijk gemaakt. We hebben ook nog nummer 15 en dat was Sometimes van Erasure. Kwam van 18 en stond toen 3 weken genoteerd. En nummer 4, dat was Shake You Down van Gregory Abbott. Zakte van 2 en stond toen 8 weken genoteerd. Nou, dat, nummer 2 nog, dat is Each Time You Break My Heart van Nick Heyman. Er ging van 3 naar pet 2, ging 1 plaats omhoog en stond toen 6 weken genoteerd. Nou, ze hadden ze net zo goed achter elkaar kunnen plakken. Dus we gaan ze even achter elkaar draaien. The Brother Bongo, nummer 28, 13 en 12. This is 97.2 FM, City Radio. Reuze goede radio. Don't tell me why.
het lekker, hè? Ja. Dankjewel, Mr. Bongerman. Dit waren als laatste in deze mix. Lily en Susie. Met z'n tweeën. En die stonden ook in de hitlijst voor vandaag. We hadden inderdaad nummer 28 van de lijst. Die kwam toen van 21, 4 weken genoteerd. Stilo hoorde je. En Why. Je had ook de nummer 13, die stond er namelijk ook in. Die kwam toen van nummer 6. Until the Morning van de Italian Boys. Die stond er namelijk ook in deze plaat. Ook nog de plaat op nummer 12. Die hoorde je ook nog voorbij komen. En dat was de laatste. Dat was Lily en Susie uit Zweden. Ja, twee mooie dames hoor. The Candy Love. Of die lijst een beetje vol candy. Camille hebben we ook al geluid met candy. Want toen op nummer 49 nieuw binnen. Dus ja, allemaal candytjes hier zo. Lekker weer doorgaan. Dat waren dus de twee mixen voor deze week in Dusko. Je weet dat je douche vol met disco. Nogmaals, hartstikke bedankt daarvoor. Dat jullie dat weer lekker aangeleverd hebben. Dat geeft weer lekker elan van het radioprogramma. En dat moet je natuurlijk ook altijd lekker hebben, ja. We gaan eens even naar onze Johan Wiegman. Want Johan die zit bij de... Ja... Die is machinist. En dat doet me altijd ook een beetje denken aan deze platen in Italo-gebied. We gaan eens even naar meneer Martinelli. Ja, Aldo van zijn voornaam. Stond genoteerd op nummer 27. Kwam toen voor nummer 34. En stond toen 4 weken genoteerd. Hier is de... Oh. Express. Express was dat van deze Martinelli. Hij stond op 27, kon toen van 34. Hij stond toen 4 weken genoteerd. Wat ook nog Koto met Jabda. Die stond nummer 26, kon toen van 24, stond 14 weken genoteerd. Deze Alfrando kwam toen eigenlijk uit op Ramshorn Records. Dus ook in die tijd van 87 kwam heel veel op het Nederlandse Ramshorn label uit. Nou, ik wil toch deze even draaien, want ja, onze Roberto Marmolani Salazar, die heeft toen een keer deze MC Micah G heeft die in zijn huis gehad. En heeft nog precies verteld hoe dus de holiday rap toen is opgenomen. Maar hier zijn ze nog met z'n tweeën. MC Micah G en DJ Swan. En hier is de celebration rap. Another smash, can you understand? Big DJ
think. Always on our side, we're like a big family, prepared to fight. Let's show the world what we can do. Rapping, rocking, and some cutting too. With small print tea, there's no escape back. Yo, Mike and G, it's your turn to rap. Well, the time is right, celebrate and sing. Can you feel it as a stage? Gonna do your thing with the boys you already know. And we're in the show, Mike and G and Swim. And we're ready to go. Do your fix on the side, we're introduced to you. The man who can cut and then rap it too. So if you're ready to go forward, you can scream with me. No me. It doesn't matter, cause we're family. With our fresh cool rhymes like a family in our fresh good time. The prince of rap, call him Micah G. We no friends, yo, we are family. We saw people who were dancing on a new fresh beat. Screaming, we are family. I'm so sweet, I told them, yeah, that's it. Can you do it again? Scream family. Well, thank you, friends, cause we're back again with DJ Fix. A new role, family, and in the mix. The sign of the past, all of history. We made it new to celebrate our new family. Je pakt natuurlijk de Sister Sledge met All American Girls. Die zet je er dan in en je pakt dan ook nog even het heerlijke geluid van Al Rogers en Bernard Edwards. Leuk gedaan van MC Micah G en DJ Swan. Hier op nummer 25, toe van nummer 14 en stonden voor de zevende week genoteerd. Ook Centerfold stond erin, die hadden een cover gemaakt van de Golden Earrings' Raider Love. Je kent ze nog ook van Dictator. Ze gingen van 19 naar 24, stonden zes weken genoteerd. En Centerfold is groot geworden in de Pin-Up Club. The cheer you up in the Pin-Up Club. Daar zijn ze groot door geworden. We gaan eens even door naar nummer 23, dames en heren. En ja, als je nog aan het eten bent, smakelijk eten. Hallo, hallo, kan die rotherrie even af? Nou, een moment van rust in dit programma. Oh, lekker jongens. Een beetje lekkere, soul-achtige, ja, funky-achtige disco. Kan ik het een beetje zo rijmen? Voor jou, hier op je radio Stad Den Haag. Blijf er lekker bij, zometeen om 7 uur hebben wij die fantastische man Veronico di Bonaventura. We gaan dus even naar nummer 23. Die komt over nummer 22, zakte één plaats naar beneden, stond toen drie weken genoteerd. We hebben het over een man die heet Howard Hewitt. En Howard Hewitt is bekend van Shalamar. Samen met Jody Watley heeft hij heel wat plaatjes gemaakt. En hij maakt ook wel eens solo-projecten, waar dit één van is. Ik zou zeggen, blijf erbij. Tomorrow morning you'll be gone. There's nothing more than I can do. Though you made up your mind, remember where your love and your life belong. Please stay. No matter how far away.
you stay a little bit longer? Blijf erbij hier bij je Radio Stad Den Haag. Bij deze Howard Jewer die je voorbij hoorde komen. En die prachtige Stay. 22 ging van toe van op 23 stond hij genoteerd. En stond voor de derde week in de lijst. Even door, snel, want ja. Het gaat hard hè, als je het naar je zin hebt. En ook als je het naar je zin hebt om hier naar de radio te luisteren, gaat het ook keihard. Dat was hij dus, Howard Jewer en Stay. En hier is. Ik moet het even goed kijken hoor. Hier is Robbie Hood. Zo heet hij, Robbie Hood. Dat plaatje dat heet Moving On. Robbie Hood en de Much Much More. Het lijkt wel een beetje een soort van gangbang of zoiets. Much Much More. Moving On is dat. Tuurlijk in de 1986 hoorde je deze plaat hier voorbij komen in deze Haagse flitsende 50. Komt er voor nummer 33. Stond op 22, stond 3 weken genoteerd. Even de derde rij van de lieve mensen die deze week gestemd hebben. We zijn trouwens op 81 terechtgekomen, want Higo Pigo heeft nog even op het laatste moment nog zijn stem uitgebracht. Dus we hebben toch nog de 81 gehaald. Dankjewel, Higo Pigo, natuurlijk voor het stemmen weer op deze geweldige, fantastische lijst. Maar we beginnen met de man. Ah, ja. Ja, deze man heeft ook weer gestemd. Thank you, Paul Thompson Bernard, for voting on this hitlist. Ook natuurlijk René van der Zwan, Leon Terlouw, Martin Kijk ook bedankt, Willem Robijn, ook Bruno Adames, die hebben ook nog gedaan, Patrick van Zee, Norbert Sispaai, Arno Vermeulen, Keesje Kolen, ook hartstikke bedankt, Hans van den Akker, Johan Stuut, Gerard Maasdijk, GM Montizaan, zo noemt hij zich. Vic Volkert Ros. We hebben ook nog Ed Braam. Tom Zilagi. Gisteravond nog even lekker in de Messenger gehad. Die was ook naar dat van geweldige feest geweest. Gisteravond in De Lier. We hebben ook nog Teodoro Di Pietro. We hebben Roland Bekkers. Nog veel lekkers. En Arthur Loef ook bedankt. Harm Timmer. Ook jij nog hartstikke bedankt. En er komen er nog meer straks. Maar dan nu gaan we eens even naar dat leuke gehalte. Oh, trouwens nog even dit, hè. In 1975 op deze dag.
dag van vandaag, 21. Hier zitten we alweer, januari 2024. Bracht Earth, Wind and Fire Shining Star uit. Nou, hoe leuk is dat, hè? Een shining sterretje uitbrengen. Hoe lekker is dat toch? Lekker die shining sterretjes. Goed. Door met nummer 21. Die kwam toen van nummer 42. Ja, die kwam niet vandaan. Je hoort hem al, hè? Ja. Dit zijn stoelen aan de kant en huppatee. Ja, een beetje carnavalachtig. Ja, dat is nu bezig ook in het zuiden van dit land. Daar zijn ze ook lekker carnaval aan het vieren. Nou, ja, het lijkt een beetje natuurlijk op Boney M. En wat dacht Max Covery? Ik ga daar ook eens een plaatje van maken. Hier is Run to the Sun. Uitspreken. Covery. Run to the Sun van 42 naar 21 voor de tweede week. Genoteerd. We gaan eens naar een strijder, dames en heren. Ja. William King heet hij. En hij staat op nummer 20. Kan toe van nummer 28. Stond 4 weken genoteerd. Robin van Persie deed het ooit bij het WK.
Robin Hood. Zoals deze plaat mogen heten, ging van 28 naar nummer 20. Er stond er al maar liefst 4 weken genoteerd. En dan zou je misschien een klein beetje afvragen: wie is deze zanger die je hoort? Wie is die William King? Ja, moet je even goed nadenken. Wie is die William King, jongens? Wie is dat? Wie is William King? Het is wel een bekende man, hoor. Hij heeft zelfs met een plaatje in de Nederlandse top 40 gestaan. Misschien even een video nog wel met Somebody. We hebben het over natuurlijk George Aaron, alias Giorgio Aldi. Die hoorde je in deze William King. Deze man die zong deze plaat toen in de 1987. Met het lekkere Robin Hood. Lekkere Robin Hood. Nou, vandaag is trouwens nog de dag van de sneeuw. We hebben niet geen sneeuw op dit moment. Maar het is wel wat ik heerlijk vind. Het is knuffeldag vandaag. Dus ik zou zeggen, pak elkaar eens op deze zondag lekker beet. Heerlijk, doe eens beet. Straks om 7 uur hoor je hem ook weer. Hier is Fred Ventura. I'm living in a silent room. Waiting only for your telephone calls. The light is slowly fading inside my eyes. I'm thinking of my old mistakes. Here's the lust painted on my face. I'm looking for a place to hide my fears. Frederico Di Bonaventura, Fred Ventura, met Leave Me Alone, laat hem met rust, laat hem met rust. Hier op nummer 19, komt over nummer 36, stond toen 2 weken genoteerd in jouw lijst van 1987. Vandaag ook nog een aantal jarigen, onder andere zou vandaag jaar geweest zijn Movement Jack, onze Robert Weston Smith, zou vandaag 85 jaar geworden zijn. Helaas, in 1995 is deze Movement Jack overleden. Je kent Movement Jack nog wel? This is very bad. Nou, dat is Movement Jack. Placido Domingo is ook jarig, 83. Edwin Starr, helaas ook niet meer onder ons. 2003 overleden, is vandaag 82 jaar geworden. Leslie Charles, onder andere natuurlijk Billy Ocean, is vandaag 64 jaar geworden. Anita Baker, die ken ik ook nog wel, 65 jaar. Ook van Massive Attack, Robert Del Naya, die is vandaag 58 jaar geworden. En ook nog jarig is André Hazes, 30. Goede Lieke, 61. En Benny Hill, als hij nog had geleefd, zou hij vandaag 99 jaar geworden zijn. Dat geldt ook voor Telly Savalas. Die zou vandaag 100 geworden zijn. Maar in 1994 is hij aan ons ontgaan. En hier is Gino Satchio. Some like it crazy. Some like it hard. Some like to do it. Some like to watch. Some people never know what they got. And when they lose it forever. But when you hold me tight, I wanna stay the night. We'll be right back.
van radio is dit de magie van de muziek. De magie is magic. It's Gino Thaccio. Eigenlijk spreek je in het zaar, want de man is officieel natuurlijk van Italiaans, gedeeld Italiaanse afkomst. En is toen op jonge leeftijd naar Canada verhuisd. Toen was hij een jaar of 7, 8 en kon toen al heel goed piano spelen. Ja, dat deed hij heel goed. Dat was hij dus, Gino Thaccio Magic, op de nummer 18 van nummer 13 voor de vijfde week. Ook Dan Harrow stond erin met Catch the Fox. Die stond op nummer 17, kwam toen voor nummer 39 en stond toen 10 weken genoteerd. Ook de Pet Shop Boys met Suburbia stond op nummer 16 van 12 en stond toen 6 weken genoteerd. Erasure, je kent hem wel, hè? Sometimes, op nummer 15, kwam toen voor nummer 18 en stond toen 3 weken in de lijst. Ze komen langzaam dichterbij, als we het mogen geloven. Ja, ze komen dichterbij, hoor. Met Radiorama hier. People like to know, but we're coming in this way. With dusty faces and lies that we are in danger. On the radio, everybody can feel. With their alpha rays and fires, we are in danger. Een beetje dichterbij, die aliens. Hier in Radiorama's natuurlijk Farina Crivellente. En ik zie er ook bij staan dat de plaat zelfs nog op Ramson Records toen is verschenen. En volgens mij is de plaat ook wel eerder uitgekomen, want er worden ook heel veel plaatjes uitgebracht in 87... die eigenlijk een aantal jaren daarvoor al veel eerder uitgebracht zijn. En dus weer een herkansing hebben gekregen, ook in deze Haagse flitsende 50. Aliens, van 23 naar 14 voor de vierde week. Nou, Until the Morning heb je gehoord in de mix. Nummer 13 was dat. En de Candy Love was ook in de mix. Ook nummer 11 hebben we hier. En dat is toch een, ja, toch een mooie plaat, laten we eerlijk zijn. Ook een goed Italo-disco-gehalte zit in deze plaat verwerkt. En dit is namelijk Argentina. Oh, we geven een beetje de zomerse klanken op, jongens. Alleen, baby, don't you break my heart. Baby! Ging van 20 naar nummer 11 en stond toen 3 weken genoteerd. In jouw flitsende 50. Living on tonight when the shadow.
20, nummer 11 voor de derde week. Ook Robbie Neville stond er in die plaat. Kervos nog wel met C'est la vie. Die ging toen van 9 naar 10 en stond toen 6 weken genoteerd. Ook Open Your Heart, Madonna vond je ook in de lijst. Van 5 naar 9 en toen voor de 5e week. Ook Weird is ook zelfs nog een vocale versie van verschenen. Met To The Beat Of The Drums is op nummer 8. Is toen ook op 8 blijven staan en stond er liefst alweer 9 weken in. Kan je nog herinneren trouwens? 1978, ga daar eens even naar terug. We draaien het getalletje even om. Want we zitten nu in 1987. We gaan eens naar nummer 78. Ga eens naar 78. Nou, we gaan eens naar 78. Wat gebeurde daar? Je bent wel eens naar Saturday Night Fever geweest. Ja, daar ben je wel eens geweest, hè? Saturday Night Fever. Wie niet? Ik heb die film zelfs 4 keer gezien. Maar de soundtrack, dat hele album, kwam in 1978 op de eerste plaats binnen op de Billboard albumlijst. Mooi, hè? Oh. Love is like a silver flame. Passion's driving me insane. Yes, I'm burning up desire. It hurts me as you say I'm a liar. Michael Bow, we gaan nog even 3 plaatjes proberen te draaien. Ik heb er maar 10 minuten de tijd voor, dus dat is wel heel erg snel. Maar goed, we gaan even nog de laatste rits mensen opnoemen die toch weer deze week gestemd hebben op deze lijst voor vandaag. Op deze mooie dag van vandaag, op deze 21ste, je weet wel, januari van het jaar 2024. Goed, even heel snel hoor jongens, daar gaat hij. Robert Walpoel. Ook een van de mixers die tegenwoordig ook vaak op Radio 10 te beluisteren is. Zeker bij Rob van Zomer in Zomertijd. Charles Scholten, ook bedankt. Victor Raben, Angelo Dirita, Wilco van Melzen, Piet Dieter Geudekke, Paul Berghuizen. Leuk dat je ook alweer vergestemd hebt, Paulus. Niels Bom, Pieter Verbrugge, Erwin van Rijn, Johan de Sprinkhaan, de gasshopper. Jan Willem Trapman bedankt. Amanda Mulder ook nog. Wilco de Vriezen, Cindy Sellens, Vivian Groen, Robert Koetsier, Marjolein en Addy Kwak. Ook heerlijk. En ook Marcel van der Harst. En als laatste, ik zei het er net al, erbij gekomen, de 81ste is meneer Higo Pigo. Snel door, jongens. We hadden net dus Love and Devotion, Michael Bow. Van 10 naar 7 voor de 4e week. En dat was namelijk Funny the Wolf die deze platen toen uitbracht. En Funny the Wolf keek ook onder de naam Rovo. En de bekendste plaat daarvan is natuurlijk Flashlight on a Disco Night. Door met nummer 6 van 11 voor de 3e week. Deze man stond laatst bij Countdown op televisie, bij de 2e aflevering. Met L.A. Staal, James Brown is dead, stond hij achter de synthesizer.
conservatorium heeft hij gezeten. We hebben het over Michiel van der Kuij. Dit was Laserdance, kwam op Hot Sound, Power Run. Ging vanaf de nummer 6 en stond 3 weken genoteerd. Ja, ja, we gaan snel door, jongens. En ja, ik zie hem nog steeds daar, jongens. Dat broekie met zijn spijkerbroekie daar op het podium van Countdown. Stond hij daar heerlijk te synthesizeren, maar dan met L.A. Staal en James Brown is Dead. We hebben ook nog Mel en Kim in de lijst staan. Die stond met Showing Out dus in. Van 1 naar 5 ging die. Stond 16 weken genoteerd. We hebben ook nog Gregory Abbott gehad. Shake You Down op 4. En op 3 van 15 af voor de derde week. Orange Juice Jones en The Rain. Ja, laten we hopen dat we dit niet meer gaan krijgen. Nou, nog 2 plaatjes te gaan. En zometeen hebben we dan Alberto... Alberto noem je maar. We hebben Fred Ventura. Zoiets iets rond 7 uur. Maar het zou misschien even niet langer maar wat ik... Ja, hier is nummer 2 van 3, Nick Kamen, en hij zingt Each Time You Break My Heart. Noteert zelf hier van Robbie Neville. Madonna met Open Your Heart op nummer 9. En Weird to the Beat of the Drums op nummer 8 op 7. Love and Devotion van Michael Bowe. Laserdance Power op 6. En op 5 Showing Out van Mel en Kim. Gregory Abbott, Shake You Down op nummer 4. En op nummer 3 The Rain van Orange Juice Jones. En ik came en hoorde je er net. Hij kwam net met Each Time You Break My Heart op 2. Veel plezier met Fred. Hier is Albert One op nummer 1 met For Your Love. Thank you.